Ek is 60 jaar in die politiek. Ek was klein, 8 en 10, toe my pa en oom Ben en oom Nick en Christian hulle, het hulle gesit in politiek praat. Dan speel my maats iewerste, dan sit ek daar en luister. Dan sê tuiners vir my pa, maar oom Kotie, jy het dan gesê Smits dit en Smits dit, dan sê my pa, ja, maar Malan, dit het my van... Het my amper 70 jaar al geïnteresseerd en toe ek nou een stevige seentjie was, so 12 of so, het ek begin pamflette versprei en toe ek 16 is, het, was ek sterk genoeg om plakate op te sit en ek was by al die vergaderings. Maar ek het verlede jaar hier in September se kant af, het my vrou en ek begin praat. Hoe lang gaan ek nog aanbly, wil ek nog aanbly? En dan een dag wil jy aanbly, die volgende dag nie. En dit was een lang proces, totdat ek tot die gevolgtrekking gekom het. 37 jaar is genoeg. Ek 76, ek het nie meer baie jare oor nie, en ek sou graag ander dinge in my leven ook wil doen. En uiteindelik toe ons die besluit geneem het, was dit een groot verlichting. Dit was die olifant wat van my rug af is. En ek mis nie die parlement nie. Ek kom tot die gevolgtrekking, as ek sien hoe hulle daar te kere gaan, as ek rug, want ek het dit 37 jaar beleef, punt van orde, dit en dit en dit en dit, ek kan dit nie meer, ek het heeltemal genoeg gehad, ek wil iets niets doen, iets vars, ek het genoeg gereis, so ek wil nie eindelijk bereis nie, ek was oor 100 keer in die buitenland, en ek gaan op die kultuurlewe toeleef. Ons het een wonderlijke kultuur as Afrikaners, ons het een geskiedenis. Ons geskiedenis is een van geweldige uitdagings, van oorlog, die verskriklike probleme van die Tweede Vryheidsoorlog, die ABO, en het gaan vir my nou meer oor die posisie van die Afrikaner volk en die ander volke, en dat ek moet probeer om iets daaraan te doen, in die besonder taal. Nou vandag voel ek verryk, ek voel baie meer toegerus oor ons volkere probleme en ek sal graag 'n positiewe bydrae lewer om die situasie nog te verbeter.